Hallo Spankjes en Pottenkijkers, ik ben Rick van Spank Gameplay en dit is Harry Potter en de geheime kamer playthrough deel 8 geloof ik, ja, 8, joepie. We moeten een geraste boomslang huid. Nou, ik weet dat het weer eigenlijk is gewoon die Defender uitdaging, volume 2. Waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb, maar we doen hem omdat hij best wel kort is. En ja, dat is wat te doen. En dan, als we hebben nog wat tijd over, dus dan gaan we nog eventjes wat kaarten vinden. Want nu hebben we Defender, we kunnen tenminste een beetje wat kaarten vinden door de hele school heen. Ja, kijk, deze Ginger volgt ons, maar... Hier is de kas. Het is hier altijd zo warm. Ja, vind ik ook. Lekker heet. Harry houdt van heet. Hij heeft niet gezegd dat hij het erg vond dat het warm was. Ja, wat potions maken. Boobie. Oké, dan moet hier ook ergens nog een toffenskerel liggen, broer. Ik ben Harry. Ik ben Harry en ik verzamel tovenaarskaarten. Ik weet dat hier geen kaart ligt, dus er ligt geen kaart. Ik zeg opa Ger nog, hij heeft een echte baard. Dit is een kist en ik ben nog steeds hyper, want dit heb ik meteen opgenomen na deel 7. En nu doe even rustig. Deze muziek is heel... Deze muziek is zeer heel erg, mega kalmerend extreem. Dat was mijn muis die een klein beetje faalde. Dit is een zilveren kaart. Pak dit zilver. Dat betekent dat de kleur van de kaart zilver is. Maar ik was hier bij ons. Dus dat maakt er niet uit. Maar ik dacht, ik zeg het gewoon eventjes. Want daar zie je dat wel weten. Oeps. Ron, wat doe je? Echt, wat een eikels. Dat ze mij allemaal het werk doen, hè? Ja, joh, de Ginger gaat weer op de uitkijk staan. En wat gebeurt als professor Stonker aankomt? Dat zover kun je niet roepen, Ron. Je gaat gewoon wegrennen. Je bent gewoon echt een naaien. Echt, nou, echt naaien. Dat ik met zulke vrienden omga. Dan ben je de wereldberoemde Harry Potter. En dan zijn je enige vrienden een nerd en een Ginger. Nou, dan... Nee, maar in ieder geval nog wel mee. Maar kijk, Ron... Maar zover ik me kan herinneren gaat het niet zo heel lang duren, dus ja. De vorige video liep een beetje uit, maar ik had geen zin om meerdere video's in één challenge vast te zitten. Ik ben heel erg gewoon zelf aan het verneuken eigenlijk. Ik ben er niet zo snel in bezig. Kijk, je moet hier niet te lang over doen. Dan lig je toch een kaart of zo. Als er geen kaarten liggen, dan moet je een keer best gaan doorlopen. Nou, daar zit de Krabby. Rick de Sempra. De spreuk die iedereen spreuk spreekt. Dat is het. Dat is zo. Hoppie. Nou, daar gaan we dan. Eigenlijk is het hele level, ja. Ik denk dat hij in 5 minuten te doen is. Maar ik vond de inschattingsvermogen niet zo goed. We moeten ook nog leren over spinnen. Iets, het enige wat ik nog weet is dat we moeten leren over spinnen. Godverdomme. Dat is niet zo mooi, hè. Oké, dan moet je hetzelfde stukje dus weer overnieuw lopen als je screen skills hebt. Zoals. Ik heb er echt op geen zin in. Je kan al deze dingen individueel killen. Al die koppen eraf hakken en zo. En dan groeien die weer aan. En bla bla bla. Ik kan ook gewoon dit doen. Oh, ik ben Harry. Weet je wel, de bijbehorende tekst, ik ben Harry, speelt een grote rol bij de winning. Zo. Klein beetje lekker, maar oké. Okay. Mijn headset is een beetje raar. God, nou doe ik het weer, namelijk boos. Oké, okay. Pressure plate. Minecrafty. Ik weet niet waarom zit hier eigenlijk een pressure plate. Ik moet vast erop drukken, dus laat maar even doen. Laat de pressure plate drukken. Oh, we moeten even pendo op doen. Oh, mooi. Wat stout van jou, Harry. Oké, is goed. Er is een safeboek. Die gaan we proberen te ontwijken. Met als een mooie charmerende dansjes. Als je naar beneden gaat, zit het spel ook vast. Dat klinkt als een Lumos baar ding. Oké, serieus baar. Baar. Oh, door. Nou, was dat moeilijk, jongens en meisjes? Nee, was het niet. Oeh, zilveren kaart. Dat is een zilveren kaart. Daar is geen twijfel over mogelijk. Oh, we zijn er bijna. Kijk, daar ligt het dan. Kijk, ligt hier binnen. Midden in het zicht, want ja, je wilt natuurlijk niet dat het gestolen wordt. Dus je legt het midden in de kast, midden in het zicht. Dat doe ik ook altijd. Met dingen die niet gestolen willen worden, dan ben je thuis, weet je. Dan leg je plasma tv, en je iPod en je computer. Leg je allemaal op één berg in de woonkamer. Op een soort van plateautje. Zo van, hier ligt het, pak het maar. Je moet heel boos worden als het gepakt wordt, ja. Ik kwam een enge spin tegen. En wat je doet, zit het sempre, anders wordt het vergiftigd. Ik ben nooit verbeterd door deze spin, laten we dat gewoon even proberen. Kijk wat er gebeurt als we wel grijpen door deze spin.
Wow, hij was zeer dodelijk. 1B was dodelijk, zou je net in de stem kunnen horen. Nou, dat is te zien. Dat was even niet eng. Hoppa. Wat van die stomme boommannetjes. Ga niet in één keer de kast binnen, want er zijn nog kaarten te verdienen. En in de kast moet je oppassen, want daar is een kaart te krijgen. En ik weet niet, als je die mist... Misschien dat je niet nooit meer alle kaarten van het spel kan vrijspelen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, oké. Kijk, nu niet op staan, dan komt er een plateautje uit of zoiets. Ja, een kennetje. Niet te veel op mij letten, alsjeblieft. Let niet te veel op mij. Geloofwaardig. Kijk, wat hebben we daar? Ik zei dat het snel ging. Kijk, we hebben het bijna gehaald. Of een, nou, we hebben een secret. Ik hoop dat er nog een toverskern ligt. We hebben trouwens al een hele tijd geen nieuw leven level up gehad. Kijk, bij de toverskern. Precies, 29. Nog eentje hebben we nieuwe levensdingen bijna. Gaan we nog... Nee, ik druk de bonk op spatie, maar hij nam geen drankje. Harry heeft er geen dorst, jongens en meisjes. Dat was even een massa. Niet dat ik die potions nodig heb, maar ik vind het gewoon leuk om heel veel te hebben, weet je wel. Dus je hebt het einde van het spel dat ik er gewoon 100 heb. Ons dat ik tegen de tijd zo ver ben met het spel, ik ben al over de helft, dan heb ik er misschien 20. Schors. Ik kan nu hele slechte woordschappen gaan maken over Harry die geschorst is, maar dat gaan we niet doen. Dus niet te dicht bij het huisje lopen, dan pak je hem op en dan is het over met de pret. Was het in die rechter een kaart en in deze niet? Nou, laat maar. What the fuck? Kijk, dat noem ik hex. Ik noem het de Harry vliegt achterover terwijl hij een kaart krijgt hek. Of e-hek. Wat vinden jullie? De Harry vliegt achteruit kaarten, magie, awesomeheid, hek of e-hek. Dan pakken we deze op. Hoppakee. Dan, jippie, ik ben Harry en ik ben een winnaar. Vast een leuk filmpje. Voor de van de wandel laat ik jullie gewoon een keer een filmpje zien. Vind je vast heel leuk. Filmpje. Oké. Doe maar filmpje. Ja. Hey Hermeline, ik heb wat gesnipperde boomvlaggen. Gaat hij weer zo arrogant doen? Ik heb wat, nou, bedoel niet arrogant, ik bedoel dat hij heel gevoel was. Ik heb wat gesnipperde boom uit shit. Ja, echt lijp, joh. We gaan de wereld redden en zo. De wekelijkse Nu! Haha, smekkies tijd. Jammer. Ik zie nu pas opeens dat ik met ASWD loop. Dat valt me nu pas op. Oké. Nee, ik laat eerst even wat secrets zien. Ook een secret video. Oké, als je met ASWD loopt, dan is de spatie opeens dit niet meer dan, denk ik. Ik weet niet. Oké, we gaan even wat secrets onder het gebouw in. Leuk toch? Vind je dat leuk, kijkertjes? Ja, oké, mooi. Anders heb je heel veel pech. Namelijk, anders jij hebt heel veel pech hebt nu, ja. Doe. Hier is het plasma. Dit is ook een trippelspel, awesome combo. Dan moet je hier doen. En dan val je naar beneden en is een zilveren kaart. Recht in je gezicht, bitch. Zo, zilveren kaart. Dat had je niet verwacht, hè. Vuurman kaart. Dat is leuk, Harry. Hé, Harry. Het is trouwens sure op MSN, want we waren net aan het bespreken. We gaan namelijk nog een serie doen, want dan hebben we de serieus echt 20. Want zometeen komt er nog Modern Warfare 2 tegen dat je dit zien hebt waarschijnlijk upgeload. Sorry voor de kut geluidskwaliteit van Modern Warfare 2. Ik kon er even niet zoveel aan doen. Jurde had alles gesoundcheckt dus, en toen opeens was het verkeerd. Dus ik neem het hem niet kwalijk. En ja, de volgende keer gaan we gewoon ervoor zorgen dat we goed geluid hebben. Het geluid is niet zo heel erg, maar mijn stem klinkt gewoon heel bleh. Ik ben verdwaald. Nee, ik zit goed. We zitten goed. Ondertussen naar de afdelingspunctie. Oh wacht, ik heb een idee. Nou ja, doe die eerst wel eventjes ook nog een leuk trucje. Een barber trucje. Waarschijnlijk heeft deze persoon nu wel even een kaart te koop. Dat geeft ook even die voldoening. Weet je wel, dat je weer een kaart erbij hebt. Doe dat eerst eventjes ook nog. Oh, nog eerst eventjes leuk, ja. Kom maar. Sorry, de voorraad is op. Oké, dus we ownen te hard, want ze hebben gewoon geen kaarten voor ons te kopen. Nou joh, we ownen het gewoon hard, denk ik. Dat zegt wel iets over hoe awesome wij zijn, jongens. Dan. Ik vind dat de muziek van Harry Potter is wel cool. Dat kun je Harry niet kwalijk nemen. Is het een plasmaatje? Dan zo'n ding. Eigenlijk van dezelfde spreuken van voor planten. En met emo-heid. En opeens die muur is weg. Hoe kan dat? Nou, magie. Kaart van Zeus. Leek het op. Het was een Zeus wannabe. Als je niet bij wie Zeus is of Jupiter of wat dan ook. Dan zit je niet in het gymnasium. Nee, serieus. Het gymnasium is echt niet leuk. Dit is een soort van concentratiekamp, maar dan op school. Nee. Nee, sorry, nee dat niet.
Maar het is gewoon niet leuk. Laten we daar behouden. Het is gewoon niet leuk. Tuin is niet leuk. We hebben wel leuk is. Bonuskamer. Ja, dat is wel leuk. Gaan we nu lekker doen. 570. Echt, jullie worden helemaal gekrust. De powers van Gryffindor. En zo verdienen wij echt alle punten hoor. Ik weet het echt zeker. Nou, wie zou er op nummer 1 staan? Moeilijk. Hoe kan Hufflepuff boven Ravenclaw staan? Hufflepuff kan echt helemaal niks. Ik bedoel, de naam wel Hufflepuff. Wat is het nou weer voor een naam? Echt, nou... Ik vind het nog een wonder dat ze die 300 punten sowieso gehaald hebben. Oh, kijk. Nou, lek. Zoals je ziet gaat de tijd weer sneller dan de vorige keer. Dat is niet zo fijn. Dat houden wij niet van, yeah. Waarom is het de snelste weg? Kijk, hier krijgt een triple smack hier. Daar zitten we allemaal in de triple smack, weet je wel. Moet die gewoon even naar links gaan. Dit is de ene laatste keer dat we in de bonuskamer zitten, dus we moeten er nog even van genieten nu nog van. Dan, dan, dan. Kijk. Kijk eens aan. Wow. De deze kant op gaan. We gaan hetzelfde, maar dan een andere kant op. Oké, nou krijgen we dus een probleem. Wat nu? Probleem opgelost. Dat gaat je probleem. Oh god, nee, niet nog. Oh nee. Tot we zien krijgen we over enkele seconden weer een probleem. En dan moeten we een nieuw plan gaan verzinnen. Oké, we kunnen door die deur heen. Last resort, deze deur. Hoppa. Dan gaan we naar deze tuin toe. Ook altijd leuk. Ja, dan hebben we wel een probleem. Waar gaan we deze keer heen, Harry? Zeg jij het maar, jongen. Nou, we gaan dus hier omhoog en dan kunnen we daarna misschien wat smekjes mee pakken. Ik wil de spatiebalken zonder reden. Contextloze spatieheid. Ja, yeah, oké. Ik ga nog even hierin. Ik had ook naar rechts gekund, maar ik gok. Maar waarom haalt hij opeens deze jump niet meer? Een beetje raar, maar oké. La 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 la, smekjes in alle smaken. Hoeveel smekjes hebben we? Bijna 1337. Daar moeten we op letten. Ik zeg het je maar even. Filmpje. In de tweede week van december kwam professor Anderling langs om te noteren. Oké, we kijken nog even. Wat leuk. Wat voor geluk zou er gebeuren in de wereld van Harry Potter? Harry, Ron en Hermeline gaven zich op. Ze hadden gehoord dat Malfi dus ook op school bleef. Dat is best wel verdacht. Dat vonden ze uitermate verdacht. Dat zijn er nooit mee te maken. De kerstvakantie zou een perfecte gelegenheid zijn om wisseldrank te gebruiken. Goed punt. En een bekentenis. Oké, dan moet waarschijnlijk nu een stukje van kwast aan. Dat ik echt even geen zin in schermen om wat video's doen. Hallo Christian, wat leuk dat je ook even de video binnenkomt. Oké, nou vooruit dan maar. Kunnen we meteen even door het... God, druk ik weer op spatie. Echt, ik ben zo blij dat hij op een of andere random Aeron, een lookalike Ron. Dat hij niet die drankjes drinkt, daar ben ik best wel blij mee eigenlijk. Kun je spinnenweb? Hoppa, wow, dat was een moeilijke secret hè. Soms denk ik echt van, kan je secrets toch iets beter verpakken? Maar nee, dat doet er gewoon niet in. Weer een mooie kaart. Oké, dus ik denk dat we een stukje kwast moeten halen. Oh, we moeten eerst naar de wc en dan moeten we een stukje van kwast halen. Wat is naar de linnenkamer nog een kaart te halen? Nu iemand die Defendo hebben, dan komen de kaarten in één keer hoor. En dan laat ik je meteen even een glitchje zien die ik echt uitvond toen ik nog niet zo heel klein was. Dat heb ik gewoon, toen was ik al een mini glitchje. Daar is de deur van de leerlingenkamer van Gryffindor. Niet te ver gaan, Rick. Niet te ver gaan. Kijk een beetje uit, Harry. Huh? Filmpje? Wat? Dat is nog wat... Wat? Oké, nou. Zeg, kijk een beetje uit en dan moet ze echt 10 seconden epische stilte hebben. Zit er nog weer een kaart, dan lijkt me niet logisch. Ik wou net zeggen, er zit gewoon één smurkie in. Damn straight. Ja, daar zit een Defendo knop. Defendo Flipendo. Gaat hier als goed is onder iets. Nou oké, daar gaat hij boven iets open. Maar ik wil bijna spatie drukken. Wat een stomme ik ben ik toch weer. Gaat dit open? Dus we hadden nog niet echt heel veel profijten van. Hoppa. Dan komt er onder aan het trappengangetje. What the fuck? Ja. Er zit een zilveren kaart in. Echt waar. Het is echt gebeurd. Mijn levensverhaal. Een zilveren kaart. Zomaar in een bakkie. Nou, dan gaan we de trapkast in. Want hij is Harry wel gewend. Zilveren kaart pakken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komen we uit de kast. Goed geraden. Als je in de kast hebt ingevuld, dan krijg je nu een bonuspunt op je SO. Hoppa, we komen uit de kast. Woehoe. Joehoe. Joehoe. Zo, ook weer achter de rug.
zwarte gedeelte van Harry's leven. Een zwarte vage vlek. Op zijn netvlies. Oh, ik kan toveren. Nou ja, verder. Hè? Hè? Ja, gaan we inderdaad. Gewoon goed. Pas op, hè. Pas op. Ik zal onder nog even kijken, want ik heb zo het gevoel dat er nu wel een keer een kaartendealer is. En ik wil echt even een keer kaarten kopen, dus gewoon de kaartendealer. Harry Potter is best wel een van de gedrukt district. Ik bedoel, waar zijn alle leerlingen heen? Serieus. Oh, het is natuurlijk kerstvakantie, dus het is de bedoeling dat bijna alle leerlingen van school weg zijn. Is dat het idee? Dat is best realistisch van jullie, Harry Potter. Ik ga even naar deze deur, dan kunnen we... Oh, godverdomme, nee, Henk. Kak. Oké, daarom moeten ze dus naar die wc. Want een langs glitje. Oké, dat lukte dus niet. Niet nog een aanval. Henk, je bent al dood. Dude. Meneer Potter. Misschien voor de mensen die nog steeds helemaal geen idee waar de tweede film over gaat. Ik heb hem zo gevonden. Het gaat dus over, is er een monster in de school? Volg me, Potter. Ja, is het heel duidelijk dat er een monster is? Nou, er zit een monster in de school. En de geheime kamer wordt geheropend door iemand op school opent de geheime kamer opnieuw. En Harry Potter wordt er ook weer verdacht dat hij dat professor, doet. Zoals nu dus. Ik heb hem echt niet... Nu moet je echt heel even oppassen waar Pekkement is. Ga nu naar de kamer waar Pekkement is. Als je de verkeerde kant op loopt, dan kun je niet de twee bronzen kaarten pakken. En dan mis je dus twee bronzen kaarten, want dan komt Pekkement naar binnen. Maar als je te dicht bij Felix de Phoenix komt, dan begint deze room. Dus als je dit spel ook nog gaat spelen, serieus, zoals ik, heel fanatiek, zorg ervoor dat je niet te dicht bij Felix de Phoenix komt in het begin. Dan heb je een probleem. Probleem. Wat ik wel zo grappig vind, Harry is best wel aardig. Dit is gewoon een keertje dat gewoon voor de kamer van Pekkement. Denk je, ik ga lekker Smackies nakken. Ik bedoel, waarom zou je die keer sowieso hebben als hij zelf Smackies niet lekker vond? Ik bedoel, het is ook niet een geheim of zo. Dus eigenlijk nakken we nu gewoon persoonlijke spullen. Het kantoor van professor Perkamentus. We gaan niet te dicht bij de sterrenhoek komen. Kijk daar een filmpje van. We moeten gewoon dit doen. Hoppa. Dat is gewoon een lift. Ik weet niet waarom die oude man een lift in zijn huis heeft. En dan heeft hij er zelf ook nog een tovenaarskaart liggen. Alsof hij in zijn eigen kantoor nog nooit dit... Die wensen de hele dag in zijn kantoor en dan gewoon niet dit secret vinden. Nou, een beetje raar. Ja, dat is dan de schoolhoofd van Zwijnstein. En joh, de beste van de beste magiën. Want daar is op Harry Potter na in principe de beste magie. Of hij is de beste magie. Weet ik veel. Misschien is Voldemort wel de beste magie. Ik heb geen idee. Hoppa. Nee. Ik ben voor mij een keer dood gegaan toen ik tussen kwam. Nou ja. Terug. Oh, dan niet joh. Daag. Oké. En er is nog een kaart hier rechts. Oh ja. Achter de hoed. We moeten nou even langs meneer de hoed. Misschien dat we zo kunnen. Ja, oké, hier nog een kaart. Dan kunnen we gewoon de filmpjes kijken. Oké, hoed, heb jij nog wat te vertellen? Ja. Dat is de sorteerhoed. No shit, Sherlock. Je vroeg je zeker af of ik je op de juiste afdeling heb. Rare stem heb jij. Ja, je was een lastig geval. Maar ik blijf bij Harry heeft nu bijna geen bril meer, maar gewoon een streep of zijn wang. Zwadderig, zou je het ook goed hebben gedaan? Harry heeft echt een mooie bril. Jeetje. Mooie uilen. Oké, nu gaat je Phoenix dood, Pekkementi. Trickshot. Wat? Ga maar dood. Scheetje. Hij vloog in brand. No shit, Sherlock. Ren voor Pekkementus. Goedenavond, Harry. Godverdomme, rennen. Professor, uw vogel. Ik kon het niet helpen. Hij vloog opeens in brand. Ja, Phoenix, ja. Zeggen ze allemaal, Phoenix. Harry. Zeggen ze allemaal. Phoenixen verbranden. Oké, op een of andere manier kan ik... Is Enter ook niet miskip filmpje? En worden dan herboeren uit de as. Nee, we kunnen bij me niet miskippen en geen dankjes meer drinken. Dus het is wel goed zo. Ze kunnen ongelooflijk zware lasten dragen. Ja. 2 kilogram. Een genezende werking. En het zijn uitermate trouwe huizen. Net als papegaaien. Die stok kunnen dat opvangen. Met een staart. Dat weet ik. Maar toch wil ik even met je oh, praten. Oh man, dude, laat me ik gewoon gaan. Alsjeblieft, man. Kom op. Pekkementus, nou. Pekkementus, nee. Pekkementus, nee. Kom op. Ah, man. De man. Pekkementus, man. Ah, nee. Goed. Nou. Als je het zeker weet. Precies. Goedenacht, Harry. Goedenacht, Pekkement. Nou, wat gaan we nou serieus gay seks hebben of zo met z'n tweeën? Want Lola loopt ze achter me aan. En Ron wacht me op. Dit is de geheime kamer van Pekkement. En hij weet gewoon dat ik hier zit. Wat de fuck, Ron? Hermeline wacht op je. Oké, ik ga al naar de fucking wc. Jee, maar wat een huilenbalk. Wat een huilenbalk, zeg.
Nah, man. Die Ron komt echt niet meer goed, hoor. Echt een huilenbalkie. Echt een emotioneel wrak is het. Volg me, Harry. Ja, nee. Kijk, die vindt het ook gewoon fucking hard te glitchen, hè. Oké, we gaan eerst even deze doen. Is namelijk de glitch waar je de kaart kan halen zonder dat je de juiste spulletjes hebt. Dat is leuk. Ik zal dat... Kijk, ik moet deze deur wel even open. De plasma, een snijfje koken. Kijk, we gaan die deuren open. Kijk, die bovenste deur, die zijn met elkaar verbonden. Dus onze deur gaat ook naar de bovenste deur. Nou is het dus het idee dat je de sponsivico tegel gebruikt die daar zit. Maar je kan ook, moet je eens even opletten, hè. Moet je eens even opletten. Oké, we lopen dus deze trap, dus we gaan